staat die nou op? Staat die nou op jou gericht? Beetje, hè? Ja. Volgens mij zijn we allebei wel in beeld. Ja, ik denk het ook. Ja. Okay. Zo, Peet, heb jij nog wat meegemaakt de afgelopen tijd? In de afgelopen 3 maanden bedoel je? Ja. Volgens mij heb jij wel wat... Je had een artikel geschreven, je hebt een stichting opgericht of zo. Ja, ja, zeker. Ja, er is heel veel gebeurd. Overigens, Wasstraat 40. Waterdichte aantekeningen. Ja. Ik weet niet waarom. Ja, inderdaad. Fijn dat je het zegt. Waar zou ik mee beginnen? Misschien met de stichting. Ja? Astrid Poot, goede vriendin, is al een hele tijd bezig met wat zij klooikoffers noemt. Zij is toch ooit ook in de Wasstraat geweest? Zij is ook in de Wasstraat geweest, ja. Nummer 36 of zo, daar in de buurt. En ze is een tijdje bezig met educatie voor het lager onderwijs, en dus kinderen. En een van de dingen die zij probeert op te pakken is techniek aan kinderen leren. En dat ging altijd een klein beetje mis als de kinderen thuis kwamen met een mooi werkje. Want de ouders die weten niet hoe ze moeten solderen en die snappen helemaal niet wat ze allemaal op school hebben gedaan. Dus dacht ze van, weet je wat, ik ga een koffertje maken die de kinderen mee naar huis nemen. Zodat ze samen met hun ouders kunnen klooien met solderen of met lijmen of met beitels of en met gereedschappen. Echt het maken van dingen. Ja, superleuk. Fysieke dingen maken. Nou, dat is helemaal uit de hand geëscaleerd, want iedereen wil dat. Iedereen is wild enthousiast ook. Okay. Ze wordt veel gevraagd om te spreken. Ze schrijft artikelen bij de Vleet. Ik schrijf ook een heleboel artikelen op samen lekker klooien. Of lekker samen klooien of samen klooien. Welke volgorde je dan ook wil nemen. En .nl. En vanwege die vraag hebben we een stichting nodig. Okay. Want mensen die moeten geld geven zodat wij dit kunnen doen. En dus we hebben een stichting opgericht en we bestaan nu. Ik ben nu officieel bestuurslid. Okay. Superleuk. Ja. En ook super spannend. Ja. Yeah. Dus we hebben zeg maar het informeel klooien, wat we eigenlijk hadden bedacht, hebben we nu formeel gemaakt. Ja, ja, ja. We kunnen nu belastingaangifte doen onder de noemer klooien. Oh ja, yeah. Goed zeg. Ja. Mooi. Oké. Okay. Dus dat was echt heel erg gewoon leuk om mee te maken. En ja, wij voelen allebei zo van dat we aan het begin staan. En we zijn gelukkig niet alleen maar met z'n tweeën, maar nee. we hebben sowieso natuurlijk ook penningmeester, et cetera, de verplichte oefening voor een stichting. Ja, ja. Maar we hebben ook een adviesclub, dus het zijn allemaal docenten die regelmatig lesgeven en die zelf ook al klooiden. Ja. En dat brengen we allemaal samen om nog meer mooie ideeën te vormen. Oké. Echt super, klinkt hartstikke goed. Ja, iedereen wordt er heel enthousiast van, dat is een beetje het punt ook. Ja. Er is natuurlijk heel veel aandacht voor digitaal klooien en code literacy, dat is een groot ding. Dus er wordt over gediscussieerd of het noodzakelijk is dat, zoals dat mensen het alfabet leerden een eeuw geleden, was het nog helemaal niet vanzelfsprekend. En toen waren er allemaal mensen die zich inzetten dat mensen het alfabet zouden leren. En nu gaat het dus over dat mensen het digibed kunnen leren, zou je het zo kunnen noemen? Ja, dat zou je inderdaad zo kunnen zeggen. En dan heb je natuurlijk als tegenreactie, ja maar, je hebt ook de fysieke wereld. Mensen moeten ook gewoon kunnen klooien. Ja, nou ik denk dat het geen, niet per se een tegenreactie is. Maar dat we er, ja, dat wat nu digitaal gebeurt, hè, dus dat mensen zelf dingen kunnen creëren in code, dat zoveel enthousiasme heeft opgeleverd, dat we dachten van, ja maar dit deden wij vroeger ook met fysieke objecten, dus waarom zouden we dat niet nu weer doen? Yeah. Hey, ik bedoel, ik zie het eigenlijk meer als het is een additie, geheel. Het is allebei. Het is gewoon maken eigenlijk. Het is niet of-of, nee. Het is en-en. Exact. Lekker klooien, dingen maken. Ja, en erachter komen dat dingen stuk kunnen en hoe je ze dan ook weer in elkaar kan zetten. De maakbaarheid van alles wat wij hebben, dat is digitaal, is dan natuurlijk heel makkelijk
te bewijzen. Je kan een programmaatje maken en het werkt niet. En je verandert een klein beetje en plotseling werkt het. Ja. Nou ja, dat heb je in de echte wereld natuurlijk ook. Ja. Je gebruikt de verkeerde lijm om je schoenzool vast te maken. En op een gegeven moment gebruik je de juiste. En, nou ja, dan blijft die vastzitten. Ja. En is je schoen weer eens als nieuw. Ja. Nou, ik vind lijm eerlijk gezegd makkelijker dan digitaal. Ja. Tenminste, makkelijker uit te leggen aan iemand die er nog nooit mee heeft gewerkt. Want ook al heb je nog nooit iets gelijmd, je hebt wel dingen gezien. Ja. En je hebt ook wel eens dingen tegen elkaar aangezet en je hebt ook wel eens bedacht dat die zouden ook aan elkaar vast kunnen zitten. Ja. En lijm doet dat. Maar code? Nou ja, wat waar je meestal mee begint als als jong persoon, of maakt eigenlijk niet uit, als je begint op het met computers en met name het programmeren, dan het eerste waar je doet is als dit dan dat-achtige constructies. Weet je wel, oorzaak- en gevolg-achtige constructies verzinnen. Ja. En dat doe je bij maken, doe je dat eigenlijk ook. Hè? Of in elk geval elektronisch maken. Ja. Als er een sensor een signaaltje krijgt, dan gaat dat lampje aan. Ja. En zo'n connectie, die connecties zijn nog vrij goed te maken. En dan heb je inderdaad, als je dat snapt, dan weet je eigenlijk ook al wat de breedte is van met een programmeertaal werken. Toen wij voor het eerst, toen ik ging programmeren, toen ging ik JavaScript schrijven. Ja. Er was iemand die legde dat een beetje uit. Toen was ik een beetje teleurgesteld dat eigenlijk if, else en loopjes. Ja. Dat is het. Dat is het inderdaad. Dat zijn computers dom. Ik was sowieso altijd ook een beetje teleurgesteld hoor in computers. Ik weet nog wel, op een gegeven moment dat ik mijn eerste... Ik had sowieso heel lang geen computer. Ja. En toen kwam het internet, dat was toch wel interessant. Web. Maar toen... Er waren mensen heel enthousiast dat ze iets konden laten bewegen in de browser. En ik dacht, jongens, we kunnen al 50 jaar kunnen wij fullscreen films kijken op tv. Ja, precies, ja. Wat is hier nou weer bijzonder aan? Een plaatje laten zien. Ja, ik denk de complexiteit die er dan toegevoegd kan worden als, aan zoiets statisch als een, of lineairs als een film. He, dus dat je eigenlijk mogelijkheden toevoegt. Oh ja, maar dat was in de jaren 90 helemaal niet mogelijk. Dan kon je helemaal nog geen video streamen. Nee, maar je kon wel dingen onzichtbaar maken. Ja, maar met, het was met een zo traag. Ja. Je kon, weet je wel. Maar goed, tegenwoordig is het allemaal wel wat beter. Ja, nou, het is op een andere manier traag, merk ik. Maar ik vind het op zich de blijdschap die je hebt zo van, oh ja, dit kunnen we. En dat heb ik steeds vaker. Gisteren bijvoorbeeld zaten we met een paar vrienden, waar we lekker aan het eten, met Wiebe en met Robert. En toen Wiebe die zei van, ik heb een fantastisch idee. En hij legde zo uit wat hij in gedachten had, dat maken met sensoren en met computers. En toen zei ik van, oh ja hoor, dat kan. Dat kunnen we gewoon maken. Yeah. Volgende keer bij mij thuis. Yeah, en die spullen die heb ik al. Die liggen gewoon bij mij thuis. En zeg maar, dat je gewoon vanuit stand zeg maar iets leuks in elkaar kan zetten. Ja, dat is gewoon heel erg fijn. Maar dat is ook echt tof. Ja. Ik ben ook allemaal dingen aan het maken. Ik heb, vanochtend was ik begonnen aan de It's 1337. Bot was ik aan het maken. Ja, wat is dat? Dus elk uur is het ergens 13:37. Oh ja. En nou, ik wil dus dat die bot elk uur twittert waar het dan 13:37 is. Gewoon random dan? Dus op basis van... De tijdzone. Ja. Dus dat is in elk uur is dat. Dus. Elk uur om 37 minuten is het ergens in de wereld. Een heleboel plekken in de wereld natuurlijk. Nou, dan wil ik dus een random plek uit die tijdzone twitteren. Heel simpel botje, maar dat soort dingen kunnen. Ja, ik vind het fantastisch. Niemand heeft er wat aan. Ja, soms is het ook op het half uur, toch? China die heeft even... Ja, maar dat ga ik nog niet. Of nee, China is één tijdzone, geloof ik. Ja, maar er zijn inderdaad ook half uur tijdzones. Nou, die hebben dan pech. Die komen niet in de bot. Ah, aan bod. Ja. Maar met name
Nee, gewoon die, wat ik al zei, die vrijheid. En dat er geen barrière is om gewoon aan de slag te gaan met dingen. Ja. Wel, ik heb pas geleden heb ik gewoon een hele oude telefoon. Zo'n Sony-telefoon, zo'n die je open kan klappen. Ja. Echt een hele oude telefoon. Ja. Heb ik opengehaald omdat ik graag dat ene kleine motortje wilde hebben. Wel, dat motortje wat trilt. Ja. Want ik wil heel graag iets, gewoon een klein apparaatje waar je zeg maar op je lichaam kan plakken of iets dergelijks. Ja. Wil ik graag laten trillen. En dat dingetje was er ideaal voor. Nee. Ik dacht van ja, ik kan nu zo'n dure website opgaan of Conrad opgaan en een spiksplinter nieuw ding kopen. Ja. Maar ik kan ook die telefoon die toch echt helemaal niks meer doet, kan zo ik gewoon gaaf, ophalen. Zo gaaf, die maken. Ja. Ja. Maar ik merk nu wel dat ik nu hetzelfde probeer te doen voor hele andere dingen. Bijvoorbeeld mijn tafel die is stuk. Daar is één poot. Dat is een stuk metaal en een stuk hout. En die, noem je dat? Dat laat los op een gegeven moment. En dat is weer onhandig. En nu denk ik ook zo, nou, is maar, kan ik dat ook wel maken? Want het ding is gemaakt door een meubelmaker, heeft weet je wel. Gedaan. Ja, die heb ik, heb hem betaald om dat te doen, omdat ik het moeilijk vond. Maar nu denk ik van, nou, is maar, lukt me dat wel. Ja, oké. Goed, dat heb ik ook. Dus ik maak ook dingen, maar ik merk wel dat als ik zelf iets maak, dat het minder goed is dan als een professional het maakt. Ja. Dus ik had een tijd terug had ik een idee voor een laag tafeltje op wieltjes, waar je van drie kanten boeken in kon zetten. Dus nog even een extra 1,5 meter boekenkast is dat ook. Ja. Nou, dat had ik met een vriend van mij gemaakt die maakt dingen voor zijn werk. Ja. Super mooi, super strak en heel snel ook. En nu deed ik het laatst zelf en het is ietsjes mindere kwaliteit. Ja, duidelijk. Ja. Ja. Maar het, gewoon het feit dat je... Nou, maar goed, dit is wel tof. We draaien dit een beetje mee. Dit is gaaf om te maken. Ja, inderdaad, ja. Over maken gesproken. Ik las gisteren las ik een artikel. En dat ging eigenlijk over... het ging over de man die Peace heeft ontwikkeld. Ken je Peace? Oh ja. Dat is dus... ik heb hem op mijn telefoon staan. Oh, echt waar? Ja. Oh, hartstikke gaaf. Want Peace is dus een adblocker. Sinds kort kan je dus applicaties maken die integreren met de browser van je iPhone browser. Ja. En Peace is dus iets wat de advertenties wegfiltert voor je. Zodat je website sneller is. En niet... Advertenties en trackers en je kan ook fonts kan je wegfilteren. Ja, en beacons en scripts zelfs. Ik geloof zelfs alle JavaScript. Ja. En dat was super leuk. En nog geen 36 uur nadat hij in de winkel heeft gestaan, of de App Store, heeft hij gezegd van, weet je wat, ik haal hem weer weg. Ja. En hij heeft daar een artikel over geschreven waarom hij dat heeft gedaan. En daarin beschrijft hij dat het hem dwars zat dat hij, zeg maar, zo van degene was die bepaalde of advertenties wel of niet. Hey, of mensen eigenlijk geld konden verdienen met de content die ze maakten. Ja. En de manier waarop ze dat graag wilden doen. Ja. En ja, dat vond ik eigenlijk wel. Ik vond het wel heel erg interessant. Ik kan me voorstellen dat hij heel erg gewoon. Nou ja, kijk wat grappig heel veel is. Negatieve die man, reacties die heeft Marco, gehad. Marco Arment. Ja. Die verdiende zelf altijd geld met advertenties. Ja. Dus hij maakte content en hij verdiende met advertenties. Of verdient waarschijnlijk nog steeds geld met advertenties. Mm-hmm. En hij was dus nooit anti-advertentie. Maar wat ik bijzonder vind aan dit alles. Ja. We hebben al sinds ik me kan herinneren, hebben we adblockers. Dus er zijn altijd al scripts geweest in browsers waarmee je advertenties kunt blokkeren. Ja, het zijn niet alleen adblockers. Het nee, oké, maar dus, zijn dus ook van trackers, alles. Hè? Dus en, trackers kunnen we ook al sinds mensenheugenis blokkeren. Ja. Dat is allemaal helemaal niet nieuw. Nee. En wat interessant is dat. Dus hij was altijd tegen adblocking. Dat was hij uitgesproken tegen, hè? Die meneer Arment. Ja. Vanaf het moment dat Apple ineens zei het mag wel. Ja. Was hij er niet meer tegen. Nou, ik snap dat dus niet. Hè? En dat zie je bij heel veel mensen. Zodra Apple iets zegt, is het goed. En... Maar hij heeft echt heel veel tijd gestoken om dat, programma te maken. Ja.
Dus op een gegeven moment is er wel iets gebeurd waardoor hij zei van... Dit is niet alleen wel een goed idee, maar ik wil hier ook echt in investeren. Ja. Ja, weet jij dan waar dat dan precies in zat bij hem? Ja, nee, hij vond dus eerst het slecht. Oké, hij heeft daar een heel stuk over geschreven. Ja. Dus hij schreef van ja, je moet... ze zijn te ver gegaan. De adblockers zijn... Of de adverteerders zijn te ver gegaan. Ja. En dit is een tegensignaal eigenlijk. Ja. Ik geloof dat er een ding is aankomt. Wat een grote, oh ja. Even... Het is druk vandaag. Ja, heel druk. Heel drukker dan ik had verwacht. Ja. Dus dit was zijn statement om de adverteerders. Ze zijn te ver gegaan. Daar heb ik ook met meer mensen over gehad. Want ik dacht, oké, het is omdat Apple het ineens goedkeurt dat het ineens salon vehiek wordt. Hè, dat iedereen ineens zegt, ja, oh, de grote baas zegt dat het mag, dan mag het. Yeah. Dat idee heb ik wel eens. Maar goed, het is ook zo. Tegelijkertijd, ja, Apple zegt dat het mag. Yeah. Maar tegelijkertijd is het ook nog veel verder gegaan. Advertenties zijn veel vervelender geworden en al die andere scripts, die trackers, zijn ook vervelender geworden. Ja, want dus, hij illustreerde dat, of nee, nu.nl heeft zelfs nog zo'n artikel geschreven, want er ging daar ook over, iedereen heeft het erover. En die zei zo van, ja, sommige websites die hebben wel 50 scripts die ingeladen worden voordat je... Voordat je ook maar iets ziet van het artikel, zeg maar. En dat is... En dat is inderdaad heel erg raar. Want ik vind dat, als ik een artikel lees ergens en iemand wil daar geld mee verdienen en hij kiest advertenties daarvoor, dan denk ik van, nou, dat is oké, dat mag. Ja, ja. Maar wat die mensen zich niet, denk ik dan, niet realiseren, is dat ze door die advertenties aan te bieden en dat zeg maar als service af te nemen en jij krijgt geld en wij regelen de rest, daar zitten plotseling een heleboel andere contracten bij. Namelijk 40 andere partijen die meeluisteren, dingen opslaan van jouw lezers. En dat vind ik wel heel erg kwalijk. Dan denk ik van, ik heb een relatie met jou, beste schrijver, beste content creator. En niet met al die 40 andere mensen. Er is een mensen. Schimmige wereld zit erachter, wat totaal onduidelijk is wat daar gebeurt. Ja. Nee, dat klopt. Ja, met name ook dat die vertrouwensrelatie die je dan probeert op te bouwen met je lezers. Ja. Ja, dat gaat een beetje mis. Gewoon puur omdat je daarna ze een beetje in het gezicht spuugt zonder dat je dat echt bedoelt. Ja. En ja, nou goed. Dus ik vond het heel erg interessant om te lezen. In elk geval hoe die Marco zei van, nou ja, ik trek mijn programmaatje terug. Want ik merk dat ik ook waarschijnlijk dan schade aandoet aan mensen die gewoon geld willen verdienen aan content. Hij wil daar in elk geval niet verantwoordelijk voor zijn. Nou, hij is prima. Nee. Gelukkig zijn er meer dan genoeg andere contentblokkers. Ja, er is Ghostery en nog een aantal andere. Ja, er zijn een heleboel en die doen het prima. Ja. En het wordt stukken sneller. Echt aanzienlijk sneller. Ja, dat klopt inderdaad. Dus je... Met name Fonds heb ik gemerkt. Ik heb echt gemerkt dat Fonds bijzonder slecht werkt. Dat is iets... Dat is echt een heel dom probleem, is dat. Ja. Dus je hebt lettertypes. Die kan je... tegenwoordig kunnen we dus mooie lettertypes meesturen. Maar dat zijn bestandjes die moeten opgehaald worden vanaf een server. Ja. Die kan je op je eigen... server kan je die zetten en dan kan je het optimaliseren en dan kan je het super snel sturen. Je kan er ook allemaal trucjes mee doen dat je het eigenlijk naar het geheugen van de browser stuurt en vanuit het geheugen serveert in plaats van vanaf de server. Ja, dan is het er gewoon direct, dan is het echt super snel. Ja. Dat zijn dingen die kunnen, maar die mogen niet. Dus de font foundries, dus de mensen die de lettertypes verkopen, die willen dat niet. Oh. Of die willen dat niet zomaar. Dat kan dan wel, maar dan is het heel duur. Dus dan kost het, weet ik veel, €2000 of zo.
om dat te mogen doen met een lettertype. En dat is natuurlijk een beetje... Maar dat is omdat ze bang zijn dat die gewoon gekopieerd wordt en meegenomen wordt. Ik weet niet precies wat de gedachte is, maar in elk geval, er is dus een probleem met licenses, met vergunningen om fonds te gebruiken en met hoe die bestanden werken. Ja. En dat is gewoon nog niet goed genoeg. En dus nu zie je, en dat vind ik eigenlijk best wel een probleem, dat eigenlijk de allerbeste oplossing vanuit een gebruiker gezien is het om lettertypes te blokkeren. Ja. Want dan zie je de content direct. Je hebt vaak genoeg dat als je in de trein zit, en zeker als je bij Apkoude, langs Apkoude rijdt of zo, dat is gewoon log Apkoude. Daar is een hele trage internetverbinding. Soms is er internetverbinding, maar meestal eigenlijk niet. Ja, tussen Hoofddorp en Rotterdam ook. Dat zal best, ja. Dat is echt afschuwelijk. Dus dat is... Ja, het grappige is dat bijna niemand... Of nu dat, het lijkt zeg maar met allemaal goede bedoelingen uitgevonden te zijn. Ja. Maar uiteindelijk draait het op zeg maar, gewoon hele erg slechte oplossingen. Waar met name lezers gewoon helemaal niks aan hebben. Ja. Ik merk dat bijna iedereen, inclusief bijvoorbeeld ook de contentmakers, met name de kranten, dat hun artikelen gewoon ook korter zijn geworden omdat ze maar zoveel mogelijk views nodig hebben. En dat je tussen alle onzin, de banners en het laden en de traagheid en de interactiefouten, dat mensen eigenlijk soort van, eigenlijk alleen als soort van procedure naar een nieuwswebsite gaan, maar daar eigenlijk niet zo heel veel waarde halen. Ja. Weet je wel? Dus dat de artikelen ook gewoon niet zo heel erg veel waard meer zijn. Nee. En dat de contentproducent ook zo van de opdracht heeft gekregen, ja, als er maar veel van is. Nee, het hoeft niet goed te zijn als maar vreemd. Nee, want vorige keer zei ik van, de keer daarvoor zei ik van, Facebook is het internet. En vorige keer zei ik, Apple is het internet. Ja. Omdat zij allebei hebben zij... gezegd van, weet je wat, publicatiehuizen, kom naar ons. Wij zorgen ervoor dat die content er mooi uitziet. Ja, hebben wij daar een hele mooie oplossing voor. Nou, ik heb het gezien. Het is Flipboard. Het is letterlijk Flipboard. En als je dus naar die artikelen kijkt, dan zijn dat artikeltjes van niks. Nee, het zijn zulke kleine artikeltjes. Nee. En daarna met een hele grote link van, kijk naar de originele website. Ja, En dan denk ik van, nou, is dit nou de grote belofte? Ik denk gewoon dat ze nog niet klaar zijn of zo. Dat de verf nog nat is. Ja, dan wordt er nog gewijs geprutst. Ja. 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 Wat heb jij hem gezien, de nieuws-app van Apple? Nee. Nee. Ja. Nou ja, het ziet er prettig uit, maar... Oh jee. Zal ik dit doen? Helpt dit? Mooi zicht op de munt. Zonde joh, dat mis je helemaal. Ja, tenzij we hier keren. Maar... Nee, nog niet. Ja, wel straks. Volgens mij. Geef die kaartjes? Ja. Oh. Waar zitten we nu? Is het nu hier? Volgens mij zitten we al hier, hè? Ja. Ja, dan gaan we daar dat grachtje door. Alright. Klinkt goed. Even kijken of de audio nog loopt. Maar goed. Weet je nog, vorige week, hè? Toen zaten we... Vorige week, vorige keer. Iets terug. Het leek zo kort geleden, ja. Toen waren we chagrijnig, weet je nog wel? Ja, we waren heel erg boos. Het was een hele chagrijnige editie van de Wasstraat. We waren echt aan het... Ik kreeg wel van heel veel mensen te horen dat hij goed was. Dus men vond hem wel heel goed. Ja, iedereen was het heel erg eens met ons. En dat... Nou goed, dat vind ik natuurlijk ook, want ik ben het ook heel vaak eens met mezelf. Ja. Maar ik had wat wij zelf ook zeiden van. Ja, inderdaad, ik ook. Want wat wij zelf ook zeiden, zeg maar, dus nadat we de camera hadden uitgezet, was. Oh jee. Nee, die heeft zijn kop koffie ook niet gehad. Daarnaast. Jongens. Zo. Wat we vorige keer ook zeiden was, nou, laten we de volgende keer wat constructiever zijn. Ja. En in plaats van dus dat we lopen te zeiken van dat het heel slecht is, dat we ook zeggen van, ja, maar hoe zouden we dat dan beter kunnen dat maken? Dat we toffe dingen gaan zoeken. Nou, ja, inderdaad, ja. Ja.
En heb je nog toffe dingen gezien? Ja, heel erg veel. Grappig genoeg, geen dingen die met het internet te maken hebben. Maar wel zeg maar analogieën waarvan ik denk van, ja, dit is eigenlijk een hele leuke richting. Ja. En dat is, ik maak vrij veel corporate websites. En ik mis daar altijd, en dat zegt de klant ook altijd, ja, ik mis het wow-effect. Zeker bij pitches en dat soort momenten. En dat begrijp ik prima. Pas geleden zag ik een clip van Busta Rhymes. Gimme Some More. Ik weet niet of je dat nummer kent. Nee. Het is hip-hop. Ja. En het is echt helemaal over de top. Opgenomen met een enorme groothoeklens. Felle kleuren. Hij praat veel te snel. Niemand verstaat het. Het is echt heel erg leuk. En ik bedacht me zo van, ja, wat zou daar dan zo van de webvariant van zijn? Bestaat zoiets sowieso? Weet je wel? Of bestaat er? Ja, die bestaat. Er is een hele mooie. Je hebt altijd op webcongressen wordt altijd gesproken over dat je juist niet te veel moet doen en dat je focus moet aanbrengen op de content en gebruik lekker wit ruimte, want dat geeft focus en dan zien mensen wat er, waar het over gaat. En dan heb je altijd het voorbeeld van Lynx Auto Rentals. Oh. En dat is een of andere Britse autoverhuurster. Zij verhuurt zelf auto's. Ja, ja. En ze is super succesvol. Uh-huh. En de website is gewoon één groot gifvest. En maar is het zoals de website van Kessels Kramer, zoiets? Totaal over de top. Echt fantastisch, ja. Leuk. Ja. Dus daar moet ik inderdaad naar kijken. Ja. Maar is dat een soort van anti-reclame? Dus zo, ja, het is een voorbeeld je kom van, je niet uit en, van je moet het lekker zelf weten, zoiets. Ja. Want er is geen er is niet één manier om dingen te doen. Nee, inderdaad, ja. Kunnen we daarin? Dit is wel allemaal heel pittoresk trouwens. Oh ja. Moeten we ook een beetje genieten, hè? Maar dat haakt ook wel een beetje in op wat jij vorige keer, of vorige keren zei. Is zeg maar, ja, waar is de kunst, waar is het onnodige in, op het web eigenlijk gebleven? Ja, ja. Hè, dus waar zijn er uitspattingen waarvan je denkt van... Ik heb laatst, was ik in Zürich... Maar die ook tof zijn, die kloppen bij het medium. Zeg. Ja, ja, precies. Ja. Ik gaf in Zürich een lezing op een congres voor webdesigners en webdevelopers. Ja. En daar liet ik ook... Ik liet allemaal voorbeelden zien van nieuwe technieken, dus nieuwe manieren... Van, om dingen te maken met CSS, die relatief nieuw zijn. Mm-hmm. En daar heb ik zelf flink wat mee lopen experimenteren, omdat ik heb geen klanten. Nee. Ik heb mezelf als klant. Ja. En ik maak dingen die niet direct heel nuttig zijn. Ik verdien er geen geld mee. Dus het is gewoon puur voor de lol en om te kijken wat ermee kan. Klooien. Klooien, ja. Ja. En, maar dat liet ik dus allemaal zien aan, aan allemaal. Dus dat zijn wel echte webdevelopers, webdesigners. Mensen die dingen maken voor geld. Ja. En ik had dus de hele tijd de rode draad in mijn verhaal was. Dan liet ik dus iets zien. En dat was dan weet je, op een website met allemaal cirkels. Uh-huh. En dan zei ik daarna, als had ik laten zien hoe ik dat had gemaakt. En dan zei ik, but Vasilis, you're thinking. Our websites don't look like circles. Ja, precies. Wel, dat was het idee. En dat klopt natuurlijk ook. Hun websites zien er niet uit als cirkels. Maar zei je daar niet zo van, maar waarom dan niet? Nee, maar uiteindelijk zei ik, oké. Toen had ik een heel over de top voorbeeld laten zien, mijn eigen homepage. En toen was het van, maar Vasilis, onze websites zien er niet uit als... Een stel semi-transparante plastic dingetjes die over elkaar heen liggen. Uh-huh. En toen liet ik een slide zien van alle marketing websites zoals die er tegenwoordig uitzien. Oh, ja. Een hele grote foto met een wit, algemeen inwisselbaar stukje tekst. Oh, ja. Met nog een stukje tekst eronder, allemaal sans serif, dun lettertype, want Apple heeft dat gezegd. Ja, ja. Het grote voorbeeld. Zei ik, nou, misschien moeten jullie websites er maar eens uit gaan zien als semi-transparante gekleurde dingetjes. Ja. We moeten eens wat anders gaan doen dan
En dat is eigenlijk ook een soort antwoord op, we hebben het er ook wel eens over gehad, worden we weggeautomatiseerd? Ja. Dat is ook een interessante vraag. Ja, als dat zo doorgaat inderdaad wel. Ik bedoel, ja, zeker. Zo'n headerfoto met een algemene genereerbare tekst, ja. Ja. Die kan een robot ook maken en beter ook waarschijnlijk. Daar hoeft geen... Ik zie het echt voor me. Zo van, nou, dit zijn alle termen die je kan gebruiken. Ja, dit zijn onze producten en ga aan de slag. Random generic marketing generator. Ja, dat zou zeker kunnen. Ja. Heeft u ook bla? Ja. Dan is er nu bla met onze bla. Ja. Nou, dat kunnen we zo maken. Dit is echt zo te maken. Is al gemaakt? Nee, maar waarschijnlijk wel. Ja. Maar dat kan je net zo doen. En nog wel €100 per stuk. Zo, klaar. Ja, want op een of andere manier, die hele grote brede plaat die mensen dan bovenaan zetten. Wij hekelen dat, want dan zeggen we, ja, maar dit zegt helemaal niks. Maar als je ernaar kijkt, dan is het wel van, oh ja, dat maakt wel indruk op een of andere manier. Zo, want het is voelt, dat zo? Het voelt naar vrijheid. Oh ja? Ik zie helemaal niks meer als ik zo'n ding zie. Ik zie nee. Je bent gewoon blind daarvoor. Ja, het is een soort bennenblindheid. Al die dingen zien er hetzelfde uit. Ja. Nee, ja, dat onderschrijf ik wel. Dit, zeg maar, zodra je een patroon begint te zien, denk van, ja, dit is niet voor mij bedoeld. Ik kom hier voor het verhaal of weet ik veel wat. En dan scroll je daar vanzelf naartoe. Nou, sodemiet erop met je kutbanner. Ik wil die content, ik wil je download button. Ja. Nou, een banner met we make sure to feel free. Ik noem maar wat, weet je wel, maar zoiets staat er dan. Ja. Freedom of expression. En dan kan je, weet ik veel... veel stiften kopen. Ja. Lul niet. En dat zijn vaak dan ook stokfoto's, hè? Ja. Dat zag ik... wat was het nu ook weer? Dat was toevallig op die, in die Apple-app over de, waar je dat nieuws in kan bekijken. Ja. En dan hadden ze Instagram-foto's ingehangen. Ja. En alle foto's die daarin zaten, die werden geaccrediteerd met Instagram. En zo zag ik dat pas geleden ook op Frank Watching of zo'n blog. Yeah. En er stond eronder, credits, dubbele punt, YouTube. En ik dacht, hè? Hoe kan dat eigenlijk? Dat is helemaal niet YouTube die dat ding heeft gemaakt. Yeah. Dat is een platform, weet je wel. Dat is net zoiets als... De hosting. Ja, precies. Ja, de hosting, ja. Nou ja, maar kijk, het punt is een beetje je host gratis, hè? Nee, maar dat is net zoiets als... Op mijn site staat niet Webfaction. Nee. Nee, maar is het niet hetzelfde als de credit geven aan de tafel dat je kopje niet omkeilt? Dat is gewoon... kijk. Scherp hoek. Sorry. Hoi. Oh, hij gaat er achteruit. Maar ik vind het wel interessant. Waarom nemen ze niet even de moeite om dan bij te zetten van copyright de wasstraat? Want dat weten ze ook. Of is die copyright? Klopt dat wel? Nou ja, niet voor ons, want bij ons is alles public domain, maar... Of Creative Commons. Maar is het niet zo dat als je het op YouTube zet, dat het dan van hun is? Nee. Ik heb die license nooit gelezen. Nee, ze hebben twee licenties. Ze hebben eentje, dat is de YouTube-licentie. Ik weet niet precies wat er allemaal in staat, want die kies ik nooit. Nee. En je hebt de Creative Commons licentie en dat is gewoon de Creative Commons. Dus die is super duidelijk. Ja. Iedereen mag het gebruiken. Ze zetten er helaas geen downloadknop naast, want dat is ook wel handig soms. Vimeo doet het wel, toch? Vimeo die doet dat sinds een tijdje wel, ja. En daar kan volgens je mij ook, kon het vroeger ook al, kon je instellen. Ja. Ja. Ja, en SoundCloud sowieso. Okay, die deed het echt sinds het begin. Ja. Maar bijvoorbeeld bij Vimeo heb je nu ook dat je er een... en SoundCloud overigens ook. Daar kan je een RSS-feed van laten maken. En dus kunnen het mensen ook downloaden met een podcast-app. En dan kunnen ze het later bekijken. Ook in de trein. Ja. Ook in de buurt van... wat was het ook weer? Apkoude. Apkoude, inderdaad. Ja. Maar goed, bij ons kan dat sowieso al. Dus, ja. Daar ben ik nog steeds heel erg blij over. Dat onze, zeg maar, hetgeen wat wij hebben gemaakt, dat het zo open is dat echt letterlijk iedereen ermee kan doen wat ze willen. Ja. Behalve geld verdienen, geloof ik, of niet? Ik weet niet. Dat mag dat toch ook, of niet? Het wisselt een beetje. Nee, mag wel.
Als ons gezicht maar in beeld is, anders toch? Kon het ook niet op... Nee, we moeten het dus alleen maar met attribution, toch? Anders oh ja, kon het ja, ook nee, niet ja, het is inderdaad. Ja, het is attribution, inderdaad. Ja. Alleen we moeten nog wel, en dat is denk ik wat nog bij heel veel videogedreven websites beter kan, is de interface. Dat moet nog beter worden. Maar op een of andere manier, omdat mensen op video niet interessant vinden. Dat is hilarisch. Dus een jongetje die zit op die boot. En blijkbaar is varen in een boot niet spannend genoeg. Dus hij zit lekker op zijn iPad. Ja, ja. Nou ja, als je een kind hebt, dan neem je overal mee een iPad mee naartoe. Ja, dat is dan standaard kinderaccessoire tegenwoordig. Hè? Uit eten gaat prima. Als je want een iPad. Mee hebt. Hoe deden we ouders vroeger dat? Was er dan ja, ik weet nog wel, een kleurplaat of zo? We hadden vroeger geen tv. Ja. En als ik heel druk was, als ik heel, toen ik heel klein was, zette mijn moeder me voor de wasmachine. Nee, ga maar naar het wasprogramma kijken. Ja. Wauw. Ja. Zet de wasstraat ook, een soort van in een nieuw perspectief, hè? Ja. Ik geloof dat wij ook zo worden gebruikt als van kijkradio. Ja, 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 ja. Maar die, de interface van hoe je zeg maar, met video of hoe je sowieso met content om kan gaan. Ik mis een beetje dat het evolueert niet voort. Nee. En na de tag cloud zijn we een beetje klem geraakt met z'n allen. Nou ja, maar je kan natuurlijk ook zeggen. Of misschien het is zijn af. Een heleboel dingen af. Ja, dat kan ook. Er is ook. Een heel interessant artikel van Maciej Czekłowski. Super slimme kerel. Die heeft Pinboard gemaakt. En die schrijft briljante essays. Ja. Ik denk dat ik hem even voor moet laten gaan. Ik vind het zo goed. Oh ja. Even aan de kant. Oh, kijk, dat is Jeroen Carbé. Staat erop. Ja, ja. Maar het is niet heel druk, zie ik. I'm going that way. Maar goed. Waar had ik het over? Briljant artikel. Oh ja, hij zei... Het web zit op het punt waar de luchtvaartindustrie in de jaren 60 zat. Bij de wat industrie? De luchtvaartindustrie oh. In de jaren 60 zat. Vertel. In de jaren 60 dacht de luchtvaartindustrie... alles wordt supersonisch. Ja. Dus alle... Dus dat is de snelheid van de Concorde. Sneller ja, dan het geluid. We gaan alleen maar sneller en sneller en groter en sneller. Ja. Maar vooral snel. We moeten binnen een aantal uur van Londen in New York zijn. Ja, precies. Binnen het uur het liefst. En dat is dus iets... Dat is helemaal niet gebeurd. En eigenlijk de vliegtuigen waar we nu nog steeds mee vliegen... Dat zijn, die zijn precies hetzelfde als de vliegtuigen. De technologie is niet veranderd sinds de jaren 60. Nee. Dus de Jumbo Jet is uitgevonden, de 747. That's it. Ja. Vliegen we nog steeds mee. Ook zijn de paar nieuwe kleine... A380, die is wel ietsjes groter geworden. Zelfde technologie. Ja, nog steeds een aspirinebuisje met vleugels. Zelfde soort motoren. Ja. De motoren zijn niet veranderd. Nee. Er zijn wat kleine enhancements, een paar dingetjes die net even prettiger zijn geworden. Ja. Maar dat is heel klein. Mm-hmm. Dus dat is wel... Maar dus wachten we dan nog op die vernieuwing? De volgende supersonisch op het web? Nou ja... Gaat de vliegtuigindustrie nog veranderen of is het goed zo? Nee, want we kunnen sneller, want dat is het allerinteressantste eraan. Mm-hmm. Is ja, we kunnen sneller dan het geluid. De supersonisch kan, alleen kost het bakken en bakken met geld. Dus het kan, maar het is zo duur dat het niet de moeite waard is. Hè? Met de Concorde vliegen, dat was geloof ik als 20.000 euro of zo. Ja, precies. Ja. Van New York naar Londen of ja, terug. Dus ja. Er zijn een paar mensen die, voor wie dat de moeite waard is. Dat is overdreven enhancement. Ja. Hetzelfde geldt voor processoren op dit moment. Processors worden niet sneller. Dus het is... ze kunnen sneller, maar dat kost zoveel energie... Ja. Dat niemand daarop zit te wachten.
Ze worden eigenlijk alleen goedkoper en kleiner. Dus nu, waar het nu over gaat, is batterijduur. Dat is veel belangrijker. Ja. We willen niet snellere computers. Mijn computer is snel genoeg. Ik kan me niet bedenken waarom mijn computer sneller zou moeten. Het is echt niet nodig. Maar is dit iets wat mensen willen of is dit iets wat bedrijven ook mee bezig zijn? We beginnen aan de fysieke limieten te komen. Dus, van dingen klein en goedkoop maken. Je hebt Moore's Law, die zegt elke half jaar wordt een aantal processoren op een chip verdubbeld of zo. Ja, ja. Dat kan nog steeds, alleen dat kost zoveel energie dat dat niet meer is wat we willen. Zo'n chip kan je niet in je telefoon stoppen, want dan is hij in een uurtje leeg. Ja, precies, ja. Dus, het zijn hele fragiele dingen. En je geworden. Ziet dus ook in laptops zitten nu Core 2. Dus er zitten twee processoren in. Ja. Niet één snellere, nee, twee zuinige. Nee. Maar dat was vroeger ook al. Hè? Hoe heet het? Mijn eerste computer was ook. Daar kon je een co-processor bij doen. Oh, ja, ja, ja. En dan was die nog beterder. Ja. Maar we beginnen aan de limiet te komen. Van... Ja, ja, inderdaad. Ja. En dat is toch wel interessant. Ja. Maar goed, laten we dit dan wat terug naar het web. Want dit zijn dan de mogelijkheden die computers hebben. Ja, maar goed, als de computers niet sneller worden, worden webs niet sneller. Alles wat je met computers doet, ja. Doet niet sneller en niet wezenlijk anders. We gaan nog wel wat dingetjes uitvinden. We gaan nog wel wat dingetjes verbeteren, ja. Innoveren. Maar dat zijn kleine dingetjes. Net zoals dat we ook altijd nog innovatieve papierdingen kunnen maken, weet je wel? Ja, precies, ja. Dat bestaat ook. Je kan nog altijd dingen maken met op tv die nog nooit zijn gedaan. Ja. Maar het blijft hetzelfde. Nee, ik merk vooral specifiek op het web heb ik een beetje nostalgie. Last van nostalgie. Ja. Dacht ik eerst. Ja. Want ik zie nu wel SVG en animaties met SVG. Dat is een grafisch bestandformaat. Ja. En dingen dus van lijntjes en vlakjes, et cetera. En dat manipuleren met JavaScript en zo. Ja. Dat lijkt eigenlijk bijzonder veel op wat vroeger Flash was. Ja. Dus dat je weer je eigen interfaces kon verzinnen. En dat je dingen in 3D... Ja. Kon integreren met teksten en zo. Ja, dat is natuurlijk wel ook meteen het nadeel. Hè? Wat we tijdens Flash deden was fantaseren en allemaal idiote dingen verzinnen die we nog nooit hadden gezien. Ja. En dat gaan we nu ook weer krijgen. Ja, denk je dat we dezelfde dingen gaan verzinnen? Of dat we ervan hebben geleerd en dat we het nu toegankelijk hetzelfde kunnen doen, maar dan toegankelijker en beter, meer geïntegreerd, leesbaar voor robots en mensen? Nou ja, ik weet het niet. Dat is een beetje waar ik dan naar op zoek ben. Ik denk van, het is wel interessant dat ik nu dingen kan laten roteren zonder dat ik een plugin nodig heb. Het hangt een beetje af van de definitie van innovatie of de definitie van creativiteit. Er zijn heel veel mensen die vinden dat iets origineel moet zijn. En dat toen ik bij Mirabeau werkte, zag ik dat ook. Heel veel ontwerpers daar, die wilden dingen maken die ze nog nooit hadden gezien. Volgens mij is dat wel aan het veranderen, maar dat was toen absoluut zo. Ja. Er werden hele slechte oplossingen verzonnen, maar het was wel ontzettend interessant, want het was nog nooit gezien. Maar niemand die wist hoe het werkte. Nee. Ja. Nou ja, omdat ze het ook niet af konden maken. Ik bedoel, iets nieuws en iets revolutionairs maken, dat kost best wel wat energie. Maken, over het algemeen zal het helemaal niet zo goed zijn. Kijk, innovatie is meestal niet een revolutie. Hoeveel revoluties kan jij opnoemen van dingen die echt revolutionair zijn en die daadwerkelijk vanaf het eerste moment er anders uitzagen? Die zijn er bijna niet. Nee, dit is het revolutiehoekje overigens. Precies op deze plek hadden we het vorige keer hier ook al. Oh ja, ja, ja. Ja. Moet stoppen met innoveren. Oh nee, toch niet. Ja, innovatie is eigenlijk gewoon kleine dingetjes verbeteren. Ja, en anders. Ik kocht van de week in de cafetaria bij mij op school kocht ik een broodje. Zo'n sandwich. En daar zitten dan van die streepjes op. Dus het leek alsof je door de tosti-ijzer was gegaan. Ja, dus er zaten streepjes op. Uh-huh. Van die brand, net te lang heeft gelegen. Streepjes. Ja, ja. Nou, dat ziet er dus lekker uit. Dus ik had zo'n ding meegenomen en toen keek ik ernaar. Maar die sandwich was gewoon helemaal bol.
Ja. En als je hem in zo'n tosti-ijzer doet, dan wordt hij plat. Ja, precies. Ja, hadden ze hem erop gerold of zo? Nee. Oh? Toen keek ik en toen zag ik zo'n jongen, die was van die tosti's aan het maken, van die sandwiches. En die was gewoon, die broodjes, die waren voorbedrukt. Die streepjes stonden er gewoon opgeprint. Het waren nepstreepjes. Oh, dit is briljant. Maar zou je me te bedenken, zijn dit nou, is dit oplichterij? Of is dit attention to detail? Ja, want wat is de associatie met de streepjes? Dat het net uit het overtje komt? Het ziet eruit alsof hij net uit het tosti-ijzer komt. Alsof hij met de hand belegd is. Met de hand in een tosti-ijzer is gehaald. Met liefde in zijn papieren zakdoekje is gelegd. En aan je wordt gegeven. Maar in plaats daarvan wordt hij uit een massazak gehaald. In een hele grote oven gestopt om op te warmen en onder een warmhoudlamp gekwakt. Ja. Door iemand die een andere baan wil. Nou ja, laten we de vraag aan jou stellen. Voelde je je bedonderd? Ja, of was je gefascineerd? Ja, ik was gefascineerd. Ik kijk daar als een docent naar. Kijk, hoe moet je hier naar kijken? Dan ga ik me wel afvragen. Is dit... Ja. En ik postte die vraag vanochtend op Twitter en er kwamen best veel reacties. Er waren ook hele, echt een paar interessante. Natuurlijk een reactie van dit is fraude. Dit is gewoon oplichterij, werd er gezegd. Dat is mensen voor de gek houden. Ja, dit is. En er was eigenlijk merendeel van de mensen vond dat wel een beetje. Ja, dit is gewoon. Dit is mensen voor de gek houden. Dus die streepjes, die geven het idee dat het op een bepaalde manier bereid is. Ja. Die geven het idee daardoor dat het een bepaalde kwaliteit heeft. En dat is niet zo. Is dat niet een beetje naïef? Want dat gebeurt dagelijks. Ja, er staan gewoon streepjes op. Nou ja, dat is ook zo. Want wij zijn er laatst in getrapt. Toen gingen we meatloaf maken. Dat is heel veel gehakt met kruiden in de oven. In een soort van cakevorm, toch? Dat kan in elke vorm. Ja. Als het maar veel is. En toen hadden we kruiden gekocht, die zaten in een zakje en het zag er echt goed uit. Ja. Maar dat was dus, en goed in de zin van wat we nu als goed zien, dus een beetje hipster vormgeving. Dus groen en met een leuk labeltje. En met zo'n, met kadertjes om een symbooltje heen. Ja, ja. En, het was de verpakking met name. En dat was de verpakking. Ah, okay. En het was ontzettend vies. Maar was het niet het juiste? Dus heb je het verkeerde doosje gekocht? Nee, het was gewoon niet lekker. Of het voldeed niet? En ik weet gewoon, er was zo'n, het was echt door zo'n massabedrijf gemaakt. Ja, ja, ja. En die zeiden tegen ons, we willen dat het er ambachtelijk en met liefde uitziet. Oh. En dan in de fabriek wordt het volgeplemd met poeder. En dat was het. En we zijn erin getrapt. En op dezelfde manier ben ik in dat broodje met streepjes getrapt. Gestreepte broodjes. Dus dat moet dan ook op die website staan van hun. Ik dacht dat het een broodje was die uit een tosti-ijzer kwam. Maar dat was het niet. Daar waren streepjes op gelezerd. Ja, maar als het nou wel gelukt was. Hè, dus jij was helemaal overtuigd dat die streepjes van het ijzer kwamen. Was het dan wel goed geweest? Dus was het dan attention for detail geweest? Kijk, je kan het dus zien. En iemand anders zei vanochtend, dit is product. Product design. Nee, niet product design. Oh, oh. Package design. Ja. Gewoon het pakje vormgeven, zodat het er aantrekkelijker uitziet. Ja, ja. Nou, je kan je dus afvragen, mag je daarin liegen? Net zoiets als kromme komkommers, die weggehaald worden. En streepjes branden op een... Op een rauw broodje, is dat liegen? Ja, ik weet het eigenlijk niet. Voorbranden. Ik vind dat van de verpakking. Hè, dus het er ambachtelijk uit laten zien terwijl het niet ambachtelijk gemaakt is. Yeah. Ja, dat is wel. Dat is echt volksvlakkerij. Want dan, is dat zo? Want ja, je zegt het staat dat het, nergens dat het ambachtelijk is. Oh, dat zegt het niet. Het is gewoon de vormgeving van wat je nu ziet op hipse tenten die met liefde hun burgers en worst voor je maken. Ja, ja, ja. Weet je wat? Dus het was dat lettertype en dat soort vormgeving. Handgetekend. Ja, 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 precies. Dat is een beetje het... Ja, nou ja, dat is dan gewoon handig gedaan van iemand, denk ik. Ja. Maar ja... Je merkt wel dat er heel veel mensen heel veel moeite doen om de patronen waar mensen in gesleten zijn, om daar handig gebruik van te maken. Hè? Wat in essentie gewoon marketing is.
het blijkt dus al. Want er was maar het is wel, het begint een beetje die grens over te gaan van, ja, ben ik nu mensen, hoe noem je dat? Ben ik nu aan het vertellen dat ze iets hoogwaardigs, hè, dus een waardevol product krijgen, terwijl dat niet zo is? Ja. Of is daar iets anders aan? En hoe kan je het ook doen? Je hebt allemaal van die keurmerken, toch? Er wordt altijd geprobeerd. Ja. Dan heb je een keurmerk en dan weet je dat het kwaliteit is. Keurmerken kunnen gekocht worden. Ja, ja, precies. Ik ben er wat, dat vind ik nog wel. In de buurt zit zo'n bijzonder. Garage, ja. En die heeft dan een of ander keurmerk. Ja. En dan vanzelf denk ik dat die goed is, maar die garage heeft wel in de loop. Daar heb ik een paar keer mijn auto naartoe gebracht en elke keer kwam die stukker terug. Dat is echt waar. Ja. Maar goed, de... Ja, nee, want ik merk dat ook wel eens. Dan zeggen mensen van, ja, we moeten mensen toch wel wat meer het vertrouwen geven dat dit product oké is. En dan zo, weet je wat, we gaan een prijs of een weet ik wat, we gaan iets verzinnen. Zodat zeg maar, wij verenigd een logo hebben waardoor mensen denken van, oh ja, dat is interessant. Daar gaan we ook echt iets mee doen. Maar wat je dus eigenlijk hey, moet jongens. Doen... Je moet ervoor zorgen dat het product goed is. Ja, inderdaad. Al die energie die kan gewoon in een mooi product maken. Iemand die heeft dus nu een machine verzonnen waarmee je streepjes op een broodje kunt printen. Het interessante was, er reageerde iemand die zei dat zijn vader vroeger taartenmachines maakte. Dus, ja. Dus echt voor... op Twitter zei hij, ja, mijn vader ontwierp... machines waarmee taarten gemaakt worden. Zijn dat van die printers of die ook zo plaatsen? Nee, in fabrieken. Dus okay. Een groot fabrieksmatig grote hoeveelheden taart maken. En hij zei, daar wordt een random foutje in gemaakt. Dus at random, wat? Zodat elke taart er anders uitziet, want dan lijkt het alsof ze met de hand gemaakt worden. Wat leggen ze dan? Wat een stukje chocola geven of zo? Weet je, dan wordt het slagveld op zo gespoten, op de zijkant, in zo'n soort van S-vorm. Ja, 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 ja. En dan wordt er af en toe een hapertje in geprogrammeerd. Oh! Dus, jongens! Dus dit wordt al, is het dus standaard, word je in de maling genomen. Ja, oh, wat mooi zeg. Nou ja, maar is ook het nee. Mooi? Ik nee, weet niet nee. of ik het mooi vind. Ik vind nee, het nee, cynisch. Nee, wat ik net ik zei. Ik vind het dus cynisch. Nou ja, als je het weet sowieso, maar dat het... Ja. Dat je dat dus doet. Ja, dat, ja, inderdaad. Ja, toch? Ja, absoluut. Oh, mensen geloven niet dat dit lekker is, want het is door machines gemaakt. Ja. Weet je wat we ja. We maken het niet lekkerder. We laten het eruit zien alsof het niet door machines is gemaakt. Ja. Ja. Nou ja, want dan merk je dus van, oké, wij hebben dus heel veel energie gestoken in dingen goedkoper maken, zodat veel mensen het kunnen kopen. En misschien zelfs dat de kwaliteit gegarandeerd kan worden. Maar uiteindelijk komen ze achter de aard van mensen, dat mensen eigenlijk door mensen gemaakte dingen veel leuker en beter vinden. Ja, nou, en ik, weet je, die streepjes op die broodjes, dat is echt een reactie op de hipstercultuur. Ja. En je kan nu gewoon, het kost wel geld, maar er zijn hartstikke veel tentjes nu in Amsterdam en ook buiten Amsterdam. Ja. Maar eigenlijk overal, je kan gewoon goed eten tegenwoordig. Ja. Dat is best wel tof. Ja, kleine tentjes die zich specialiseren in een ding en die gewoon trots zijn op het eten wat ze serveren. En daar krijg je een goede sandwich met vers gestreepte tosti-streepjes erin, weet je wel. En dus de reactie daarop is niet, weet je wat, we gaan proberen beter eten te maken. Nee, de reactie is, we stoppen meer zout erin. Ja. En, dat geeft smaak. En we printen de streepjes op. Ja, het is net als hoe ze lightproducten hebben gemaakt. He, dus dan zeggen ze van, oh ja, er zit verse melk in. Ja, er zit te veel vet in. Oké, dan halen we de verse melk halen we eruit. Ja, maar nu is het als water. Dan moeten we het dik maken. Oh, dan doen we er mais bij. Want dan is het weer dik. Ja. En suiker moet er ook uitgehaald worden. Ja, oké, nou, dan moeten we sucralose erin doen. Of een andere suikervervanger.
Ja, maar nu komt de vruchtensmaak niet meer naar voren. Ja, gaan ze daar, weet je, het is allemaal, uiteindelijk denk ik dan dat mensen, dat we gewoon weer uitkomen op echt daadwerkelijk ambachtelijk gemaakte dingen. Want dingen maken, hè? Ja. Dat is ook leuk. Ik heb ook, gisteren heb ik weer eens ijs gemaakt. Dat zag ik inderdaad. Welke smaak was het ook weer? Ik had donker chocoladeijs met stukjes chocolade in. Oh. Dus het was van zichzelf al bruin? Dat is heel donker chocoladeijs. Oh. En ik had er nog, je hebt stracciatella-ijs. Normaal is dat in vanille-ijs zit dat. Ja. In room-ijs. En nu heb ik stracciatella in donker chocolade. Heel zwaar chocolade. Ja, doe maar een schepje. Super lekker. Maar goed, het maak je van eierdooiers. En dan haal je dus de dooiers uit het ei, maar dan heb je dus allemaal eiwit over. Ja. En van eiwit, normaal gooide ik dat altijd weg, maar nu heb ik merengues gemaakt. Ja, ik wilde net zeggen. Oh, dat shit. Is lekker. Wat zijn die dingen zoet? Ja, dat is gewoon suiker en dan bij elkaar gehouden door ei. Ja, letterlijk. Ja, precies. Ja, ja, merengues, dat is... daar kan ik zo'n hele zak van eten. Oh ja, echt, ja? Ja, oh, ik had als één ik, als ik niet tussendoor overgeef. Ja, precies. Pijn aan tanden en ja. Ja, nee, dat, daar ga ik ook wel voor, hoor. Maar goed, dat is ook weer dingen maken, hè? Ja, nou, ik... Dus dingen maken, eten maken. Ja, ik denk dat uiteindelijk... Dingen maken van de leftovers. Ja. Nee, maar ook dingen kunnen onderhouden, weet je wel. Mm-hmm. Ik denk namelijk dat de moeite die mensen steken in het maken van een apparaat of een ding, een schoen, een jas. Ja. Dat ze dan vanzelf zeggen van ja, maar dan moet ik erbij kunnen. En dan moet ik in elk geval ruimte hebben om die stiksels te maken of weet ik veel wat. En daarmee wordt een product eigenlijk gelijk weer onderhoudbaar. Hè? Dus dan kan je zeggen van... Weet je wat, nu ben ik toch bezig en ik ben best wel duur als mens zijnde. Ja. Laten we gelijk goed materiaal gebruiken, zodat we of op een juiste manier maken. Weet je, daar wil ik een beetje naartoe. Deze schoenen heb ik al een heleboel jaar. Zolang ik je ken, geloof ik. Nee, daarvoor had ik een ander paar. Dus mijn tweede paar sinds ik jou ken. Ja. Mijn dat tweede is, paar schoenen. Een jaar of 10 of zo. Ja, zoiets, ja. Maar... Ik kan, als het moet, kan ik zulke schoenen kopen. Ja. Daar heb ik genoeg geld voor. Maar als ik niet genoeg geld verdiende, kon ik zulke schoenen niet kopen. Ja. Maar omdat ik wel genoeg geld heb om een keertje zulke schoenen te kopen, kan ik 5 jaar met schoenen doen. Dat is, je moet genoeg geld hebben om dure spullen te kunnen kopen. Nou, ja, maar dure spullen is natuurlijk, dat is een beetje... Een student van mij kan niet een paar schoenen van €300 kopen. Dat is zo. Een maandloon. Maar je kan wel naar de Waterloopplein gaan en daar tweedehandse slangenleren laarzen kopen. Ja, dat kan wel. Ja, als het dit soort laarzen zijn tenminste. Ja. En het punt is een beetje dat als dingen gemaakt zijn voor de lange duur, ja inderdaad. De massaproductie speelt heel handig in op de korte termijnvisie van mensen. Ja. Wel mensen die zeggen van ja, de lange termijn, dat is niet nu. Ja, dus ik wil niet sparen voor schoenen. Maar vroeger deden we dat wel. Ja, want schoenen waren duur. Ja, ja. Maar dat waren dan ook gelijk schoenen die, nou, als je klein was, die jij droeg, je broertje en vervolgens alle neefjes daarachteraan. Elke buurt had ook 2 schoenmakers. Of 3. Ja. Die moet je zoeken. Ja, precies. Ja. Ja. En dat zijn schoenen. Maar ik denk dat het weer leuk is om op die manier ook om te gaan met producten. Om er gewoon weer aandacht aan te besteden. En ook repareerbaar te maken. Ja. Dat is in elk geval iets wat ik nu ook ga zoeken bij het kopen van spullen. Ja. En pas geleden had ik daar een hele mooie versie van gezien. Dat is een... Dat heet een peasant knife. Dat is een normale mensenmes. Ja. En dat komt uit Nieuw-Zeeland. En bestaat eigenlijk alleen maar uit een mes en een stokje eraan en een gat ergens in het midden. Ja. En wat ze dan doen is 2 schalen, hè, dus een beetje waarmee je hem vasthoudt. Die leveren ze toevallig bij met wat schroeven. En dat is het.
Er is helemaal niks fancy's aan. Het enige wat je hoeft te doen is zeg maar het mes openklappen, stevig vasthouden en dan klapt hij ook niet uit. Ja. Dus dan kan je niet jezelf ongeluk snijden. Dus het werkt. Maar als jij bijvoorbeeld beter wil maken of zeg maar eigen wil maken door bijvoorbeeld hout te gebruiken of een metalen handvat te gebruiken of er een speer van te maken, weet ik veel wat. Dat kan je allemaal doen, want je kan hem gewoon uit elkaar schroeven en je kan er gewoon mee doen wat je wil. Je kan hem beter maken. Ja. En dat vond ik zo sympathiek. Want dat is inderdaad wel een goeie, dat het beter kunnen maken. Dus ja. Het ding is, ik zat me altijd af te vragen. Dat is gewoon de basisversie. Wat heb je toch met die messen? Ik heb allemaal messen in huis en die gebruik ik om dingen in stukjes te snijden. Ja. Maar als ik die beter zou willen maken, zou niet kunnen, want dat is gewoon een ding. Nee, dat is dus niet zo. Bij jou is dat niet zo, ja. Nee. Heel interessant. Maar ja, eigenlijk is dat met een heleboel dingen niet zo. Alleen wij realiseren ons niet zo van, oh wauw, ik kan dit wegkeilen, maar ik kan er ook zeg maar iets nieuws mee. Ja, yeah. Maar het is wel een beetje wat je hebt het met API's heb je dat, hè? Dus dat je de toegang hebt tot bepaalde data. Ja. Ik heb een of andere grote doos besteld met 1000 papieren erin. Dat gaat over de geschiedenis van grafisch ontwerp. Ja. En er staan alle hoogtepunten van de geschiedenis van grafisch ontwerp staan daarin. En dan heb ik deze week dus een doos thuis met papieren. Ja. Maar echt losse blaadjes. Ja. Ja. Papiertje. What the fuck, wat moet ik daarmee? Ja. Nee, interessant voor mij en ik kan het doorlezen en dan word ik daar beter van. Alleen, ik kan daar niet op zoeken. Ik kan daar niet een... Ik kan er niet iets anders van maken. Nee, ik kan inderdaad. Het niet verbeteren. En nee. Dat zou niet. Of ja, het zou ook in deze papiervorm er moeten zijn. Maar het zou ook open, digitaal toegankelijk moeten zijn. Ja. Zodat educatieve instellingen, maar ook gewoon iedereen er wat anders van kan maken. Iets mooiers ervan. Ja, of dat ze het kunnen combineren. Hè? De mashup-stroming was daar een heel mooi voorbeeld van. Ja, dat je, ja precies. Dat je van RSS feeds en Twitter tweets, ja. Dat je daar gewoon een totaal nieuw ding van kon maken. Ja. Ik heb bijvoorbeeld een synonieme bot heb ik gemaakt deze week. Ja. Dus heb ik een API gevonden en die heeft synoniemen van een woord. En ik dacht, oké, als je een synoniem hebt en je neemt daar een synoniem van, dan kom je uiteindelijk weer terug. Ja. Synoniemen zijn hetzelfde, maar het is niet zo. Synoniemen betekent telkens net een klein beetje anders. Ja, ze nemen telkens een kleine afslag, bepaalde dat gaat op. Helemaal chaotisch, alle kanten. Het duurt heel lang, want hij update maar 1 keer per dag. Maar dat zijn dingen, ja, dat heeft die gast natuurlijk nooit verzonnen toen hij die API maakte. Tuurlijk niet. Nee, maar hij heeft wel waarschijnlijk die API gemaakt. Zodat mensen de dingen mee gaan maken die hij nu niet kan verzinnen. Ja, precies. Ja. Dat heb ik tegen KLM ook nog wel eens lopen proberen uit te leggen. Uh-huh. Gooi het nou lekker open. Zorg nou dat andere mensen ook tickets kunnen verkopen. Misschien doen ze dat op manieren die jij niet kan verzinnen, maar die wel goed werken. Ja, want uiteindelijk is hun product de ticket dan. Verkoop je meer kaartjes, dat hoef jij toch niet te doen? Ja. Nee, maar dat werkt niet, want er moeten contracten zijn en zo. Ja, precies. Voorwaarden. Van mij. Ja, dat niet alleen, maar ook risico's die ze dan denken te lopen. He, dus dat ze weer aangesproken worden door consumentenbonden. Want ik zat gisteravond dus ook meteen te denken, oké, ik heb nu dit ding besteld. Die doos met papier. Doos met papier. En toen vroeg ik me meteen af, hoe zit het eigenlijk met OCR? Dus het inscannen van papier en dat de tekst herkend wordt. Ja. Dan maak ik zelf die API wel. Ja, dat zit heel goed namelijk. Ja. Dat kan heel goed. Precies. Maar is het een bepaalde vorm? Is dat van een tabel of iets? Weet ik niet. Dus ik moet eerst even kijken hoe dat zit. Gaan we kijken. Ja. Ja, ik vind dat zeker API's gebruiken op nieuwe manieren. En ook aanbieden. We hebben het ook met ons met de Wasstraat gedaan. Bestaat die eigenlijk nog, de API, de JSON-API van de Wasstraat? Als die ooit bestaan heeft, bestaat die nog, ja. Oké, okay. Dan moeten we daar misschien nog even naar kijken. Maar met name dat je daar gewoon dingen op kan combineren. Ik heb nog één mooi idee in mijn hoofd. En dat is het combineren van kunstuitingen met wereldgeschiedenis. Ja. Gewoon that's it. Ja. Dat is het idee. Doet niemand. En ik weet niet waarom. Kunst, zeg maar, ja, dus zeg maar, je hebt een schilderij van Van Gogh. Ja. Die is gemaakt ergens in 18 weet ik voor wat.
En dan is het bijzonder interessant om te weten dat er toen een oorlog was. Of armoede, of weet ik veel wat. Ja, ja, ja. En dan denk ik van, dat is ook een hele leuke as. Hè? Dus dat moment in Parijs is een heel erg leuk kantelpunt om verder te snuisteren naar andere kunst van die periode. Of andere kunst die beïnvloed is door, door die regio of door armoede of wat dan ook. Ja, ja. Maar ik zie niemand het doen. Het kost te veel moeite of het levert te weinig op of er is iets. Doen. Weet je wat we daarmee kunnen doen? We hebben nu die content blokkers op iOS. Ja. Ik heb altijd al het idee gehad, je moet niet banners blokken. Dus je hebt ad blokkers. Je moet ze beter maken. Je moet ze vervangen door kunstwerken. Oh ja. Dus vervang ze door kunstwerken. Ja. Dat moeten we eens gaan maken. Ja. En dan kan je jouw idee daaraan toevoegen. Ja, precies. Dus de content die bij die banners staat, wat over het algemeen toch kut is, want zijn kranten sites. Ja, vervangen we dat ook. Door goede content. Is dat niet een goed idee? Ja, ja, nou, heel erg leuk. Ja. Ja, dat is revolutionair. Dan vervangen dus we het web. Een bannerblokker met een contentvervanger. Dat is echt een heel goed idee hoor. Wat we hier gewoon nu, hè? Ja. Dus er wordt zo'n brede banner die wordt vervangen met het kunstwerk van Mesdag. Ja, bijvoorbeeld. Ja, nou, wie weet kan je er ook nog wat product aan hangen. Ja, of een detail. Weet je, je kan ook details laten zien. Uitsneden. Ja, precies. Niet het geheel te leuk. Uitsneden zijn juist ook weer leuk, want dan worden mensen weer getriggerd om te kijken van, hé, wat is dat? Daar ontbreekt iets. Ja. Daaronder wil ik kunnen kijken. Ja. Ja, of dat je erachter komt wie die man dan precies is op dat schilderij. Ja. Hey, denk aan de nachtwacht of zo. Ik vind het een goed idee. Ja. Nou, laten we dat maken. Ja. En daarmee bedoel ik dat andere mensen dat. Ja. Hierbij bieden we dit idee aan. Als jullie blieft. Ja, de wereld. Ja. Maak het. Ja. Wij willen dit graag hebben. Oké. Okay, we hoeven niet betaald te worden voor onze wasstraat. We willen gewoon dit. Ja, inderdaad. Ja? Wij willen gewoon dat de wereld beter wordt. En we geven jullie alle mogelijkheid om dat te doen. Ja, maak dit even voor ons. Nou, is mij wat, we zijn er nu weer. Bijna, hè? Ja. Bijna. Dus zullen we hier stoppen? Ik vind het goed. Oké. Okay. Dag jongens, tot de volgende keer. En meisjes.